Prinsenbeek. Met zijn parkeerplaatsen. De kerk op de achtergrond. De Rabobank. Winkelcentrum Super de Boer. Café Markzicht. En de mooie kiosk. Daarnaast het deelstadskantoor. En hier de Marktstraat. Een aantal woningen. In de Kapelstraat, bij Winkelstraat, tevens een toegangsweg naar de markt Prinsenbeek. Ook een blik vanuit de markt over de Beekse straat, de hoofdtoegangsweg naar het centrum van Prinsenbeek. In de Beekse straat staan nog een aantal woningen leeg en hieronder de winkeltjes. Dat is ongeveer nu al 2 jaar. Ook een blik vanuit de markt over onze winkelstraat, de Groenstraat. Ja. Ook een blik over de nog wat leegstaande winkeltjes in de Groenstraat, die hopelijk medio dit jaar ingevuld gaan worden met wat winkelbedrijfjes. Aanzicht vanuit de Molenstraat over het nieuwe bestemmingsplan De Neel, waarbij we nu kijken over het braakliggende terrein waar voormalig Sporthal De Linde op stond en waar dit jaar nieuwe appartementen gebouwd worden. Deze nieuwe Bultveld, functioneel cultureel gebouw De Drie Linden. Voorgehaald aan de rechterkant met nieuwbouwwoningen. Ik denk deze beeld spreken voor zich. Nieuw uitbreidingsplan De Goudkust in Prinsenbeek. De Elsbakker. Dit jaar ofwel gesloopt of geplaatst wordt vanwege de HSL. Een blik over de A16 richting Antwerpen. Blik over de A16 richting Rotterdam. Hoe zou dat over een jaar of 4 eruit zien? Met betrekking tot de HSL en de verbreding van de bus. Ook nog een aanzicht over het station Prinsenbeek Breda richting Breda gezien. Inzelfde aanzicht, alleen richting Rotterdam. Ook hier de vraag, hoe zou het over een jaar of 4 dit er allemaal uit te zien?